prachtig, hè? Ja, dit is toch een van de mooiste toernooien die er zijn. Helemaal gaaf om hier aan mee bij te kunnen dragen. Je zegt het zelf al, welke rol heb je? Nou, in het Engels ben ik officieel co-host en ik ben de speaker in het stadion. Ik doe samen met Jeroen van Lierop doe ik de speaker in het stadion. Dus ik geef een beetje de analyses tijdens de race. Jeroen doet echt het vakwerk, dus echt de aankondigen van de namen. En ik doe meer, ik probeer een beetje wat meer inzicht te geven soms in de races. Inzicht en smaak maken. Nou, dat hoop ik een beetje, ja. Nou, het gaat je wel goed af, hoor. Nou, dat is leuk om te horen. Jongens, ik heb eigenlijk alleen maar één vraag voor je. Hoe was die laatste twee weken? Zwaar, maar super vet. Ik wil nog één ding zeggen. De laatste drie loopt zo heel erg uitbundig in Nederland. Kunnen we net zoals wedstrijd in verhouding doen hier? Oké, dan hebben we nog één avond applaus voor Team Nederland! Ik heb nog steeds het idee dat ik, het is de eerste keer dat ik het doe eigenlijk. Ja, vorig jaar heb ik een beetje eraan mogen ruiken en nu eigenlijk de eerste keer dat ik de hele toernooi dat ik erbij ben. En ja, ik vind het heel leuk om te doen en wat ik zeg, ik probeer om mensen een beetje mee te krijgen en om net even wat meer achtergrondinformatie te geven. En maar had je liever niet zelf in het bad gelegen en dan wel bij de echte toppers? Nee, dat ship has sailed, zeg maar. Dat hoeft niet meer. Nee. Maar je levert een bijdrage aan de sport. Want aandacht aan de sport is gewoon hard nodig. Helemaal eens. En ik moet wel zeggen, met een toernooi als dit, ja, weet je, de aandacht is er. De vanavond zitten we gewoon vol. We hebben gewoon 1700 man hier op de tribune. We hebben een DJ, we hebben een volledig ingericht zwembad wat er fantastisch uitziet. Het is gewoon een prachtig toernooi waar heel veel aandacht over is. En ik hoop inderdaad dat ook andere toernooien in Nederland en in het buitenland hier naar kijken en hier inspiratie uit halen. En uiteindelijk dit als een soort van wedstrijd zien waar ze tegenop kunnen kijken en waar ze naartoe kunnen werken. Dat is een goed streven, want alle sportbonden die hebben last dat de belangstelling van deelname, vooral van de jeugd, dalende is. En dat is al meer dan 10 jaar aan de gang. Ja en ik denk dat de manier om dat op te lossen is om zo'n gaaf event neer te zetten. We hebben hier je ziet hem niet, maar daar ergens achterin zie je de DJ staan. Die gewoon, wat ik nog nooit heb gezien, dat is een aanval tijdens de finale. Er zijn mensen met lampjes zijn ze aan het bewegen en hij laat ze op Wheel Rocky laat ze stampen. En alsof je echt in een stadion zit waar ze snappen wat entertainment is. En ik denk dat om de jeugd er wat meer bij te betrekken, moet je een stukje entertainment bij de topsport halen. En ja, ik denk dat dit een schoolvoorbeeld is van hoe dat moet. En dat lukt, want ik vond het aangenaam. Maar mijn kleinkinderen, die ook deelgenomen hebben, die vonden het ook aangenaam. En de tweede is 5 meter rijenslag. En nummer 1, Ifke Stam. Een van mijn beste dingen in mijn zwemcarrière. Ik heb één plek, Londen. Waar het voor mij... 2012. Ja, eigenlijk in 2012 en in 2016 heb ik daar heel hard gezwommen. En dat was tijdens de Spelen in 2012 werd ik 5 op de 100. En tijdens de EK in 2016 won ik goud. Maar ik moet heel erg zeggen, ik heb het liever over wat er vandaag hier gebeurt. Het gaat om de zwemmers die nu op dit moment zwemmen. En het is heel mooi om te zien hoe die sport doorgroeit naar wat het nu is.